weer een nieuwe video. Vandaag heb ik een Jumbo boodschappenshopvlog. Ik ga normaal in het weekend met mijn vriend naar de Jumbo grote boodschappen halen. Alleen afgelopen weekend ging dat niet vanwege het klussen. We hadden geen tijd voor en geen zin in. En dus ik ben vanmorgen snel even op de fiets gegaan. En heb zoveel mogelijk proberen te kopen. Want ik kreeg niet alles mee op de fiets. Dus ik moet van de week misschien nog wel een keertje. Maar ik dacht, ik laat nou ook een keer zien wat ik bij de Jumbo normaal koop. Elke week anders. En omdat jullie zo enthousiast waren over de Albert Heijn video, dacht ik, maak ook een Jumbo boodschappen shoplog. En ik sluit af met iets heel leuks. Maar daar vertel ik op het einde meer over. Laten we beginnen met de boodschappen. Alle producten bij elkaar. Bij de vorige shoplog deed ik het zeg maar een sexy 10 producten of zo. En dan de volgende. Maar omdat het niet echt extreem veel is zoals de Albert Heijn video, doe ik het gewoon zo even. Hopelijk vinden jullie dat ook oké. Als eerst heb ik van Bekkers de ovenfrikandellen. Mijn vriend is hier helemaal gek van. Dus die heb ik voor me meegenomen. Een zak met 3 paprika's. Voor door de roerbakgroenten of gewoon lekker om zo te snacken. Gehaktsaaf. Dit is voor bij de boerenkool vanavond. Of nee, morgen vanavond gaan we soep eten. Dan heb ik 2 keer gebraden gehakt meegenomen als broodbeleg voor Roy na zijn werk. En even kijken hoor. IJskoffie. Van Starbucks Skinny Latte. Die had ik de vorige keer ook. En ik zag dat de Jumbo hem nou ook had. Heeft. Want ik heb het nog nooit eerder gezien. Of nog nooit eerder goed opgelet. Dus ik dacht lekker. En dan heb ik voor Roy de Douwe Egberts IJs Cappuccino meegenomen. Muesli reepjes. Voor mee naar school voor Sterren. En voor Roy naar zijn werk. Jumbo Blanke Vla. Dit wordt meestal als toetje wel gegeten. 2 zakken bollen. 2 keer 8 stuks. En die waren nou €1 volgens mij. Ja. Custardcakejes. Dit vindt Roy echt super lekker. En wij natuurlijk ook. Ik bedoel, cakeje met, volgens mij is dat pakketbakkersroom. Dus dat is wel lekker. 4 flesjes water. Ik wilde eigenlijk zo'n 12 pack meenemen. Maar mijn mandje en alles zat zo vol dat ik echt dacht, hoe dan? Dus ik heb gezorgd dat ik er nou eerst 4 meeneem. Dit neemt Sarah mee naar school. En ik neem vaak een flesje mee naar de sportschool. En die vul ik dan later weer bij. Dus ja, ik ben al lang blij dat ze niet van die zoete pakjes meeneemt. Maar dat ze het water gewoon oprecht echt super lekker vindt. Dus 4 stuks. Dus van het huismerk volgens mij. Ja, heel goedkoop. Geeft niet. Jumbo stokbrood met kruidenboter. Dit is voor vanavond 2 stuks met kruidenboter. En vanavond eten we soep. Dus dan doen we dat erbij. Optimaal 0% Griekse stijl yoghurt met koffie. Deze vind ik echt zo lekker. En ja, dit eet ik als ontbijt. Daar doe ik 2-3 dagen mee. Vind ik echt heel erg lekker. En dan heb ik van de Jumbo een emmertje stracciatella yoghurt meegenomen. Dit vindt Sterre heel erg lekker. Een zakje paprika chipjes. Voor die hele goedkope frietjes. En dit vinden Roy en Sterre heel erg lekker. Dus ik dacht, neem dat voor van de week mee. Verder is wordt hier heel weinig gesnackt en gesnoept. Dus dat is alleen maar mooi. 2 pakken pannenkoekenmix, eiermix. Waar je alleen nog maar volgens mij water aan toe hoeft te voegen. Ja, dit vind ik wel makkelijk. En ik heb het wel eens vaker zelf geprobeerd te maken. Maar mij lukt het. Ik ben niet zo goed in koken en alles. Dus ik dacht voor de woensdagmiddag. Woensdag ga ik weer lekker pannenkoeken bakken. En voor Roy doe ik dan pannenkoeken met ontbijtspek maken. Een bakje meloensalade, die ga ik zo opeten. Ik zag het liggen en dacht, oh, lekker meloen. En eigenlijk vind ik watermeloen het lekkerste, maar dat hadden ze niet. Dus ja, ik dacht lekker als snack of gewoon eigenlijk als lunch. Dan heb ik een blik tomatencremesoep. Die ga ik dan vanavond maken. Of nou ja, maken. Ik doe er water bij in deze puree is het. Het is nog niet eens de soep, dan de water erbij. En dan doe ik zelf gehaktballetjes erin. En het is klaar. Makkelijk, lekker en het duurt niet te lang. Dan heb ik krieltjes meegenomen. Mini krieltjes, die waren nou ook voor €1. Voor vee heb ik 2 bakjes met, volgens mij is het 300 gram. Paté. Roy is gek op boerenkool. En dan het allerliefst deze van Hak uit pot. Toen ik hier 6 jaar geleden kwam wonen, moest ik even wennen. Ik dacht, hè, ik haalde altijd verse boerenkool, maar dat lust hij niet. Dus nu haal ik voor hem zo'n pot en dan maak ik boerenkool stamppot.
maak ik voor 2 dagen. En Ster en ik eten wat anders, want wij vinden dit niet lekker. En zo moet ik dus elke keer weer wat verzinnen, omdat we allemaal iets anders niet lekker vinden. Zak aardappelen. Ik koop nooit een 5 kilo of 3 kilo zak aardappelen, want dat wordt gewoon niet gegeten, niet vaak genoeg. Dus dan koop ik liever zo'n zakje die al geschild zijn, ook lekker makkelijk. Voor Ster heb ik vanavond een blikje groentesoep. Een roodworst voor bij de borrelbol. En voor Ster heb ik de allernieuwste meidenmagazine meegenomen. Zij is, het is een tiener, ze leest graag dit soort magazines. En vooral meidenmagazine, en er zit altijd iets leuks bij. Geen idee of dit nou echt wordt gebruikt, maar ik dacht, als ze uit school komen, was het lekker. Dat lezen met een kop thee. Even kijken hoor, dit had ik al laten zien. Een bak druiven, want die van vorige week van Albert Heijn zijn alweer lang en breed op. Een nieuwe komkommer. En als laatste heb ik de Javaanse schijf van Veggie Chef, volgens mij. Ja, dit is dan van de Jumbo huismerk. En, sorry. Ik heb nog een paar andere dingen voor mezelf liggen. Wij zijn niet vegetarisch of vegan, maar ik probeer wel 1 of 2 keer in de week een vleesvervanger te eten zelf met Sterren. Roy eet gewoon vlees en zo elke dag. Dat krijg ik niet voor elkaar om dat te minderen nog. Maar Ster en ik vinden deze heel erg lekker. En die was ook niet zo heel erg duur. Dus die. En dan heb ik volgens mij alles in een hele razendsnelle tempo gehad. Het was bij elkaar. Ik zal even de bon zoeken. Volgens mij ligt die... Moment. Ja. Alles bij elkaar was... €45,32. Nou, moet ik zeggen, ik heb redelijk wat. Maar echt niet alles. En ik vond het best wel... Nou ja, prijzig. Nou, valt op zich ook wel mee. Maar ik heb niet voor 7 dagen eten. Dus ik moet van de week nog een keer terug op de fiets. Maar ja, dat is niet anders. Boodschappen doen vind ik niet zo heel erg. Maar we kunnen weer een paar dagen ermee voor. Net als zij wil ik de video met een leuk iets afsluiten. Namelijk met een cadeaukaart van de Jumbo. Deze heb ik net zelf gekocht. Voor €15 staat het er goed op. En die kun je uitgeven bij de Jumbo aan boodschappen of aan bloemen. Of aan wat je daar ook nog maar meer kan kopen. Hij is geldig bij alleen bij de Nederlandse filialen. Ik weet heel niet of België eigenlijk ook Jumbo supermarkten heeft. Maar volgens mij is hij alleen maar in Nederland geldig voor de Belgische en buitenlandse kijkers. Dit is alleen dus een winactie voor Nederland. En die ga ik dus aan iemand weggeven. Want ik dacht dat is wel een leuk cadeautje voor... Weet je kan er iets lekkers mee kopen, iets leuks of... Echt belangrijke boodschappen, pak luiers, weet ik het, wat je dan mag je lekker zelf weten. Maar wat moet je ervoor doen om hier kans op te maken? Om kans te maken op deze cadeaukaart van de Jumbo met €15 shoptegoed, moet je geabonneerd zijn gratis op mijn YouTube kanaal. Een duimpje omhoog doen op de video en laat een reactie onder deze video achter. Dan, wanneer de winactie sluit, zo zet ik allemaal in de informatiebox, want dat zou ik nu nog helemaal niet weten. Want ik weet ook nog niet wanneer de video precies online komt. Dus alle informatie kun je nalezen in de informatiebox en dan... Kies ik gewoon random iemand uit en die krijgt dan deze €15 shoptegoed van de Jumbo. Bedankt weer voor het kijken naar deze nieuwe video. Ik ga de boodschappen achter me even opruimen en lekker genieten van een kop koffie. Succes allemaal met de winactie en tot de volgende video. Doeg allemaal!